Ik ben Martine Wegman, ik doe aan kano slalom varen. Ik ben ooit begonnen met wildwater kajak, het varen van rivieren. En pas sinds 2015 ben ik overgestapt naar het kano slalom varen. Met het doel naar de Olympische Spelen te gaan. En dat doel heb ik nu bereikt. Mijn gemiddelde week ziet eruit 3 krachttrainingen in de week. Normaal, als ik wildwater heb, zo'n 6 trainingen op wildwater. En af en toe nog vlak water. Vorig jaar had ik gezegd dat ik de finale, dat ik dat echt als een doel zie. En dat ik er aan het naartoe werken ben om ook echt in een medaille te geloven. Ja, diezelfde instelling heb ik nog steeds. En dat is mede ook omdat ik gewoon geen wedstrijden heb kunnen varen. Weet ik niet zo goed waar ik in het veld sta en of die medaille al realistisch is of niet. Ik heb niet helemaal het gevoel dat ik er klaar voor ben, maar ik hoop dat tijdens het EK te krijgen. Dus dat is echt de realiteitscheck. Als we 1,5 jaar hebben, heb ik geen andere atleten gezien. Dus ik hoop dat ik daar meer realistisch naar mijn doelen kan kijken. Weet je dat je er klaar voor bent? Je hebt geen andere keuze. ik denk dat als jij je op het fiets voelt en mentaal ook er zin in hebt en ernaar uitkijkt en in je dromen gelooft, dan denk ik dat je er klaar voor bent.